Welkom dames en heren bij een gloednieuwe spectaculaire aflevering van de Nachtwacht. En zoals je van de Nachtwacht bent gewend, is dat het altijd wel een horror aflevering wordt. Dit is best wel een spannende game en bevat ook wat zombies, begreep ik aan de foto's. Ik heb het spel nog nooit gespeeld, dus ik kan het niet confirmen. Maar ik heb gehoord dat er wel wat zombies in het spel zitten. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan wel deze zombiehond, wou ik zeggen. Nee, het is gewoon een normale hond. Hè, de hond vermoorden, omdat dat een robot gestuurde is die mij helemaal dood wilt maken met zijn bekkie. Maar dat laat ik niet toe. Dat sta ik niet toe. Dus we gaan verder op zoek naar dit puzzelgevangenisje. Dit is een gevangenis waar ik in zat, zoals je vorige keer had begrepen. En wij de robots hadden uitgeschakeld. En we zijn denk ik verder gekomen. Hier moet ik naartoe. En nu ben ik weer wat verder. Oh, goeiemorgen. Dat is een robot waar ik het over had. Misschien kunnen we hem van achter aanvallen. Kan dat? Nee, 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 nee. We kunnen hem niet van achter aanvallen. En dat klopt inderdaad. En nu ga ik dood. Omdat ik zeg maar heel raar de besturing... Oh, jongens. Stom van mij, stom van mij. Komt dat de besturing is niet helemaal lekker. Want als je gaat rennen, dan maak je heel snel een sliding. Want ik moet hier onderdoor. Maar laten we even tactisch te werk gaan. En hem niet vermoorden. Hij heeft nog steeds zijn wapen op mij gericht. Nu niet meer, dus ik moet eigenlijk achter hem aangaan. En misschien kunnen we dit knopje indrukken. Ja, want dan kunnen we hem namelijk eromheen. Oké, let op. Nu gaan we eromheen lopen. Ik denk dat we die kant op moeten namelijk. Rennen, rennen, rennen. Oh, we kunnen hem nu kapot maken. Dat klopt. Zo. En dan pak ik zijn wapen af. Die heeft laten vallen. En dan kunnen wij weer gewapend verder. Dat is wel beter dan zonder wapens. Dan voel ik me altijd een beetje een mietje. Ik weet niet waarom. Maar dat is ook logisch natuurlijk. Even deze dozen kapot maken. Misschien kunnen we wat invinden. Spulletjes. Hier dan wat spulletjes. Jazeker. Allemaal spulletjes. Ligt daar nog wat? Nee, helemaal niks. Er zijn ook collectables. Zijn er verstopt hier en daar. Dus daar moeten we wel goed naar kijken. Ik leg mijn wapen weer weg. Dat vind ik niks. Ik vind dat nooit wat. Maar ik hoop dat ik hem kan oppakken. Kan ik hem oppakken alsjeblieft? Kan ik terug? Kan ik terug? Ja, ik kan terug. En ik ga hem gewoon weer pakken. Huppakee. Oh nee, ik moet hem weg. Oh, ik vind het zo stom elke keer. Ik wil elke keer mijn wapen heb ik weg. Heel vervelend. Nou, we lopen weer door zo'n tunnel. Door zo'n rioolbuis. Of nee, het is geen rioolbuis, maar een ventilatorbuisje. En daar zitten mensen. Die zitten in een andere gevangenis dan ik zat. Ik zat in die wensput, om het zo te noemen. Nou, eigenlijk gewoon gevangenisput. Een of andere vieze, ouderwetse put. En dan gaan we naar beneden en we landen op een bed. Matras, gelukkig. Maar, oh, kijk, allemaal beestjes komen eronder vandaan. Een lekkere wc. Ja, stinkt. We zitten nou wel in een nieuwe gevangenis. En ik ben bewapend. En wat hebben we daar? Ik heb honger, alsjeblieft, zeggen ze. Geef me eten. En die meneer, is die kwaadaardig? Nee, die is niet kwaadaardig. Hallo meneer. Helga's knows the secret. Tell me about the secret. Vertel me over het geheim. Wat weet Helga? Bist du von der Front zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wieder sehe. Oh, mein kleiner süßer Junge. Oh. Sorry, old man. You mistake me for someone else. Je denkt dat ik iemand anders ben. Die meneer is een beetje gek geworden. Dat komt natuurlijk omdat ze hier gevangen worden gehouden. En het enige wat ze zien is dit kamertje en deze lelijke hal. Dan moet je nagaan. Die gasten worden natuurlijk helemaal gestoord hier. Maar ik ben niet zo iemand die hier blijft zitten. Dus we gaan ons hieruit zien te helpen. Kijk eens. We gaan er onderdoor. En yes! En ik pak gelijk die buis mee. Prachtig gedaan. Prachtig. We kunnen de mapkaart nemen en hebben de M kunnen we de mapkaart zien waar we heen moeten. Nou, naar deze uitroepteken lijkt me dat we daarheen moeten. Dus laten we daar ook eventjes naar zoeken. Hier zitten nog meer van die gasten. Helemaal gestoord. Klapt in zijn handen. Helemaal gek. Zitten met de handen in het haar. En lopen hier als wezenlozen rond. Kijk, ze zijn helemaal gedesoriënteerd om het misschien zo te noemen. Maar we moeten, als het goed is als ik op de M kijk, moeten we naar deze map heen. Maar ik wil nog wel even aan die kant kijken. Misschien kunnen we nog iets vinden hier. Wat van toepassing is. Nou, zo te zien helemaal niks. Dus we kunnen gewoon hier door deze cel heen. Dit is cel nummer C4. Misschien moeten we dat onthouden. Je weet het niet. Zo, daar heeft iemand ook getekend op de muur. Hoeveel dagen hier die zit. Nou, zo te zien was het vol. En heeft hij eigenlijk helemaal geen plek meer om ergens wat te schrijven. Ja, hieronder zou hij nog kunnen beginnen. Met de onderste tegeltjes. Want dat heeft hij nergens gedaan. Nou, oké. Je moet wat te doen hebben, hè.
in je cel. Je moet je eigen vermaken, om het zo te noemen. We zijn een verdieping lager gekomen via de cel. En misschien kunnen we hier nog wat vinden. Wat levenskistjes, EHBO-kistjes, om het zo te noemen. Hier lopen ook wat mensen. Lopen ook helemaal gestoord. Lopen helemaal schuin, zie je dat? Helemaal raar. En hieronder, wat hebben we daar allemaal? Een hele diepe kuil, joh. Ongelooflijk dit. Ik zou hier niet graag heen willen. Oh! Oh! Nee. Jeetje, joh. Helemaal gestoord. Kan ik dit... Kan ik pakken? Die liepen gewoon te steken met messen, joh. Gestoorde vent. Oh, god. Daar loopt die grote gozer die mijn paspoort had gezien. Die hij introk toen ik de hotdog-grap maakte. Weet je nog? In de allereerste aflevering van... The Old Blood. Oh, jee. Ah. Wat kon ik hier pakken? Ik kon hier iets pakken. Ik zag het net. Oh, helmpjes. Oké, waar moeten we nu heen? Want ik kan daar niet heen. Het is verlokt. Oh, hier zo. Kijk eens. We pakken de pijp en we gaan hier omhoog. Heb ik nou die messen? Ik hoop dat ik die messen hou. Ja, ik heb een mes. Mooi. Oh, en dan komen we daar naar binnen. Ik weet niet of die gasten hier aankomen lopen. Anders moet ik achter dat kistje gaan zitten. En dat moet ook wel lukken. Oké. Hierachter. Ik ga heel voorzichtig om de hoek kijken. Oh god, daar komt echt een gigantisch groot monster. Oh god. Wat moet ik doen? Ik denk schuilen en niet verroeren. Oh god, daar komt hij. Oh shit, jongens. Dit is niet goed. Oh god, die is echt groot. Oké, hij komt dichterbij. Oh. Jesus Christ. That's a big fucking dog. That's a big fucking dog, zegt hij ook. Inderdaad, dat is best een grote hond. Waar gaat hij naartoe, joh? Gaat daar helemaal heen. Oké, nu gaan we lopen. Ik denk dat we sowieso langzaam moeten gaan zonder dat hij mij ziet. Dat is denk ik het belangrijkst. Want ik denk dat hij dadelijk wel weer terugkomt als hij terugkomt gelopen. Dat denk ik wel. Oké. Hopelijk wacht hij nog even met hier komen of niet? Hij wacht nog even. Dan kan ik even de kratten kapot slaan. Zo. En als hij terugkomt dadelijk, dan ga ik snel rennen, ja? Ik houd het spannend. Let op. Hallo, hondje. Hallo. Let op, hè. Hallo, hondje. Hallo. Oké, ik ren maar gewoon. Oké. Ik maak het mezelf gewoon spannend. Dat is natuurlijk altijd leuk. En als het goed is, loopt hij nu hierboven. Oh, god. Ik had... Oh, nee. Ik had hem niet boos moeten maken. Oh, shit. Oeh. Dat beest is boos. Waar is die? Oh. Lopen. Oké. Dat beest is echt heel erg woedend. Kijk dan, heeft dat helemaal kapot gemaakt daar. En hij denkt nog steeds dat ik daar zit, joh. Oh, joh. Ik denk als ik tussen de klauwen kom van het beest. Oh. Dat moeten we niet hebben, jongens. Dat moeten we echt niet hebben. Oké, rennen. Oeh. En snel dit kapot maken. En snel naar boven klimmen. Weg van dat gebeuren daar. Oh, god, wat een beest, joh. Ongelooflijk. Toch een beetje spannend. Spanning in de nachtwacht. Take out commandos before they call for backup. Dat klopt. We moeten dus commando's. Die kunnen van die mensen. Die belangrijke mensen. Die kunnen een telefoontje plegen of een alarm uitslaan. Zodat er meer vijanden komen. En dat moeten we zien te voorkomen. Dus er staat van. Je moet eerst zo'n vent uitschakelen. Zo snel mogelijk. Zodat hij niemand kan waarschuwen hoe en wat. En als het goed is. Zit daar zo'n gestapo meneer. Ik weet niet of dat hem is. Ik denk het wel. Ik weet het niet zeker. Dus we moeten hem uitschakelen. En dat doe ik het liefst met mijn knife. Met mijn mes. Maar ik weet niet of hij nou terugkomt. Want ik ben iets te laat dat ik mijn beslissing neem. En dat is misschien een beetje dom. Want ik kan elk moment weer terugkomen. Maar laten we het risico niet nemen. En heel langzaam kijken waar hij is. Hij staat daar zo. En misschien komt hij wel naar deze kant toe. Maar ik weet het niet zeker. Kan ik het risico nemen? Ik doe het denk ik nog even niet. Maar ik denk dat we wel erheen moeten in principe. Want hij komt niet meer terug. Dus ik ga heel langzaam achter hem. Oh, er zitten meer mensen. Oh, ik vertrouw dat niet. Ik vertrouw dat zeker niet. Ik maak geluid. Misschien komt hij dan kijken hier. Ook niet. Dit is echt een vervelende situatie waar ik me nu in bevind. Maar als het goed is, die erachter is nu weg. Dus ik ga heel langzaam achter hem. Heel langzaam. En hopelijk dat die mannetje me niet ziet. En dan zeggen we takedown. Die vent is dood. Dus die kan niet meer... Oh, en er wordt wel een signaal gedetecteerd. Maar... Broadcast alarm. Shit. Er is een alarm gegaan. En ik heb geen wapens. Dit is heel vervelend. Dood hondje. Oké. Oh, ik schrok me weer dood. Dat moeten we niet doen.
Ja, dat moet. Ja, dat kan niet anders. Er komen ook mannetjes. Oeh! Ja, Nazi! Ja, Nazi! Ja! En pakken snel het wapen. Nee, we pakken het wapen niet. En we pakken nu mijn wapen. Hebben we het wapen? Alsjeblieft, pak mijn wapen. Yes! En we pakken het wapen. We hebben een assault rifle. Dat is altijd makkelijk bij dit soort gevalletjes om dat bij de hand te hebben. In ieder geval, ik pak ook zijn assault rifle op. We kunnen inzoomen. Dat is belangrijk dat we nu te werk gaan met deze assault rifle. Hoppakee! Kom maar, jongens. Moet ik wel raak schieten? Dat is wel het belangrijkste bij zo'n spel. Meestal bij schietspellen moet je altijd wel raak schieten op de vijand. Anders heeft het geen nut. Zo. Zijn er nog meer vijanden? Ja, natuurlijk zijn er vijanden. Er zijn heel veel vijanden. Wat verwacht je dan? Het is Wolfenstein. Oh! Daar zat er nog één achter. Die zag ik niet. Die zat gewoon te wachten op me. Zag je dat? Kunnen we hier nog even in kijken? Zitten we granaten zitten hierin. En ze schreeuwen het uit. Er is iemand losgekomen! Misschien moet ik dat gewoon kapot maken. Maar dat gaat niet. Oh, er komt een granaat. Waar is die? Ze zitten daar zo. Ik moet uitkijken, want ze komen om de hoek dadelijk, denk ik. Hier zitten ze. Voor een groot deel. Ik voel schoten. Daar zo zit hij. Oh, ik moet reloaden. Laat ik wachten. Oh, nog meer mannen. Nog meer mannen. Mannen inpakken. Je ziet nooit vrouwelijke soldaten. Dat is jammer, hè? Altijd mannelijke nazi's. Oké. Het alarm gaat nog steeds af. Het is jammer dat ik niet helaas... Ik moest het alarm laten aangaan. Af laten gaan. Ik zit helemaal in de stress. Ik kom niet eens bij mijn woorden. Komt dat ik in een hele vervelende situatie zit op dit moment. En ik eigenlijk niet eens weet waar ik naartoe moet. Maar het komt altijd wel goed. En dat is het belangrijkste. Oké, we gaan hier door deze buizen. En we komen uit bij een nieuw plekje. Ik heb collectables gevonden. Dat is ook belangrijk. We gaan kijken of het veilig is hier. Ik denk het namelijk niet. Als ik even hier doorheen kijk, zie ik inderdaad vijanden. Kunnen we schieten? Huppakee, die is dood. En er was nog eentje. Die is daar. Juist, die is ook dood. Kunnen we hier misschien veilig doorheen gaan? Misschien even kijken of we hier nog wat spullen kunnen oprapen. Zoals ammunitie en alles. Tegelijkertijd schakel ik nog wat vijanden uit. Zo. Hier drop mijn FPS een beetje. En als het goed is, pakken we deze. Huppakee. Dat gaat wat sneller. Misschien moeten we even kijken of we dit kunnen laten functioneren. Want hier is een hendel. We moeten inderdaad een bridge restoren. Oh, ik duik in het water. Ik moet niet in het water gaan. Dit is een verkeerde keuze. Ik moet uit het water komen. En weer gaan schieten. Want er zijn nog wat vijanden over die mij willen vermoorden. En die zitten in dit gebied. Huppakee. Ik zag je wel. Bats. Waar zit de volgende? Als ik gewoon daarop schiet, ontploft het gewoon. Mocht er eentje achter zitten, dan is hij de pineut. En wordt hij levend verbrand. Waar is die andere? Hij zat daar. Hij komt daar of daar. Laat ik niet te lang wachten erop. Zo, daar is de eentje. Die is nu dood. En misschien kunnen we hier kijken. Wat kunnen we hier vinden? Een levensspul. EBO-kistjes en armor-helmpjes. Voor de rest ook helemaal niks. Oh, er komen nog meer vijanden daar. Die schieten mij. Zo, is die dood? Nu wel. Pak even nog wat spulletjes op. Een hoop vijanden hier. Ik weet niet hoe we het alarm kunnen uitschakelen. Oh, dat kunnen we maar niet schieten als het er dichtbij staat. Zo. Nog steeds gaat het alarm af. Ik denk dat het ook best wel de bedoeling was om het alarm te laten afslaan. Daar is nog iemand. En dat was de boosdoener die ik net heb doodgeschoten. Dat was uiteindelijk de vijand. We hebben een nieuw wapen. Ik weet niet wat voor wapen. Een kampfpistool. Ik wil eens kijken wat het doet. Maar ik wil hem niet gebruiken als we het niet nodig hebben. Voor mij is die best wel gaaf als we hem dadelijk eens kunnen gebruiken. Dus laten we even wachten totdat we het een keer kunnen uitoefenen op een of andere soldaat. Welke kant moet hij opstaan? Ik denk deze. The power is on. Laten we wachten totdat we een vijand vinden die we kunnen schieten met dat kampfpistool. Maar tot nu toe zien we niemand. Ik hoor wel iemand schieten, dus ik denk dat ik hem wel erbij ga pakken. Let op. En... Pat! Zo! Zo, 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 zo! Dat is een goeie. Dat is gewoon een bom die afgaat. Laat ik via de bovenkant gaan. Hier ben ik ook nog niet geweest, zoals je ziet. Zo. Stress en stress. Merk je wel. Armor kunnen we nodig hebben. Zijn er nog meer vijanden? Tuurlijk zijn er vijanden. Ik heb twee wapens in mijn hand. Dat is nog beter dan één. Oh, er komen nog meer vijanden. Achter me zitten ze ook. Zo, ik duik hierin. Oeh, daar ging iemand voor me staan. Ik schrok daar wel even van. Zo, wat kunnen we hier nog vinden? Kogeltjes, maar die kunnen we niet oppakken. Kunnen we deze doos nog even kapot slaan, zodat we wat health erin vinden. Hij heeft een granaat. Hij wou die afvuren, zoals je ziet. Oké. Hij was net te laat. Ik had hem net beschoten. Kunnen we nog verder? Ja. Wat een hoop vijanden, joh. Niet normaal in deze Wolfenstein. Echt heel veel vijanden. Maar we moeten natuurlijk naar de boot. En die is hier. En uiteindelijk kunnen we natuurlijk dit pakken. En dan pakken we en dan schieten we iedereen neer. Met deze soort minigun-achtig. En dan gaan we hier naar voren. Zo.
Prisoners Docks. En we ontsnappen met deze boot als het goed is. En ik versla de vijanden nog die verschijnen. Huppakee, daar nog één. Kom maar, kom maar. Er zitten nog een paar, maar die zitten achter me. Dus die kan ik helaas niet schieten, maar die moeten we wel schieten. Want die zitten net achter me en dan word ik geraakt. En dat is niet goed. Mag ik hier nog wat spul? Kan ik die oppakken? Nee. Oh shit, oh shit. Had ik maar even op dat ding gezeten. Had ik maar op dat ding gezeten. Dit is niet goed. Er komen bommen. Huppakee. Zo. Ik moet even op dat ding blijven zitten, anders gaat het niet goed. Zoals je ziet is het een vrij pittige game. Hij staat op zijn makkelijkste graad van de moeilijkheidsgraad. En nog is hij super pittig. Dus goed dat ik hem maar op easy heb gezet. Want dan hoef ik niet heel erg te stressen. En elke keer dood te gaan en kunnen we lekker doorspelen. Er komen nog meer van die vliegtuigen. En heel veel mannetjes. Zo, hoppakee. Die worden verbrijzeld. Door die ontploffing net van zo'n barrel die ik heb geschoten. Een explosive barrel waarschijnlijk. En daar zitten ook heel veel mannetjes op. Naast zo'n barrel. Ik schiet ze gewoon kapot. We komen buiten Castle Wolfenstein. Of we gaan naar Castle Wolfenstein. Ik weet het mijn god niet. Ik ben natuurlijk gevangen genomen. En dat zal niet in Kasteel Wolfenstein zijn natuurlijk. Ik schiet daar maar gewoon naartoe. Daar komt het vandaan. Zo. Dat is kapot. Daar schiet ik nog even. Ik weet niet waar het allemaal vandaan komt. Komt van overal en nergens vandaan, die schoten. Ik moet heel erg uitkijken nu. Maar we gaan onder de grond richting Castle Wolfenstein, wat er echt fantastisch uitziet. Fantastisch, mooi gedaan. Oké, we gaan door die poort. Ik hoor nog mensen achter me schieten. Zoals je weet ben ik niet veilig hier op dit moment natuurlijk. Daar waren jullie natuurlijk stiekem al een beetje achter gekomen. Exit, hold to detach. Oké. Ik stap uit als het mag. Oh, het luikje gaat naar beneden. En exit. Zo. Pittig. Filmpje. Zo, dubbel check, dubbel veilig. Oh, het water gaat naar beneden. Oké. Oh, een muisje. Of een rat. Docks 2, of chapter 2, Docks. Oké, prima. We gaan dus verder. Dit was een heel vet chapter. Chapter 1 is heel gaaf. In de gevangenis speelde zich natuurlijk af, zoals je ziet. En nu is het water is het lager gemaakt. En kunnen wij in het soort van bootritje kunnen wij verder gaan. Break into the keep. Kill every goddamn Nazi. Fantastisch. Alle Nazi's vermoorden. Daar gaan we. Yeah! Kom maar op, nazi's. Waar zitten jullie? Ik vermoord jullie allemaal. Er zitten echt superveel nazi's weer. Maar we gaan dus richting het begin van Wolfenstein inbreken in het kasteel. Zo kan ik het eigenlijk wel een beetje noemen. Zo. En we gaan stranden. Misschien heb ik dit ding nog nodig, dus ik kijk even om me heen. Is alles echt dood? Ik verwoest even deze spullen, zodat ik dat dadelijk niet hoef te doen. Huppakee. En we landen hier. En ik zie even kijken naar de omgeving. Het ziet er wel fantastisch uit, zeg. Wauw. En er komen nog meer vijanden. Jammer dit. Ik zei er net nog, zijn dit ze allemaal? Maar nee, dat zijn ze niet allemaal. Ik haal die hendel over. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Die poort gaat open. Even uitkijken, want er komen nog meer van die nazi-gasten aan. Heel erg uitkijken, want ze komen dichterbij. Het zijn er heel veel. Maar we kunnen ze aan met mijn heerlijke wapen. Dus een heerlijke assault rifle, daar hou ik ervan. Daarboven zit er een. Zo, op je gemakje. Je kan ook op je gemakje gewoon even gamen. Dat is gewoon op je gemakje gamen. Is een soort van even kijken waar komt het vandaan. Wie schiet er op mij? Rustig richten en gewoon lekker schieten op je gemak. Dat is ook gewoon relaxed gamen, weet je wel. Niet van, waar zit hij? Schiet overal! Dat heeft geen nut. Hey. Open from the other side. Ik kom er dus alleen in via de andere kant. Nou ja, of hij kan alleen geopend worden via de andere kant. Kan zijn dat we daar ooit eens komen. Zo niet, dan is het gewoon een deur van YOLO. Ik ga niet voor jou open. Wat kunnen we hier? Hier kwamen we vandaan of niet? Nee, dit is een ander bootje, zie ik. En daar moeten we denk ik wel weer in. Maar voordat ik erin ga, wil ik wel kijken of er misschien wel een collectable zit. Want dat zit ook heel vaak hier in de omgeving. Dit is ook een soort boot. Misschien kan ik hier achter kijken. Zit hier iets of niets? We weten het niet. Ik kan er niet heen. Dus we kunnen dat niet vinden. Nou, zo te zien is hier helemaal niks. Dus ik denk dat we via die... waar we net waren, dat we daar doorheen kunnen. Ik zie daar wel wat glinsteren. Wat zijn het? Oh, helmpjes. Nou ja, kunnen we hebben.
nodig hebben. Het is altijd makkelijk om mee te dragen. En we gaan via deze boot gaan we verder. Ik moet natuurlijk wel die hendel opentrekken, hier zo. Anders komen we niet vooruit, zo. En dan gaan we weer. Achter het wapen gaan we daar in deze soort van... Ja, we gaan dat kasteel in, lijkt het net. Of daar onderdoor. We kunnen weer... Oh, hier zo zijn we, oké. Okay. Ik weet niet wat we daar kunnen vinden. Maar ik zie wel een ladder. Dus ik denk dat we hier verder kunnen komen. Zo. Helmpjes pakken. Levensspulletjes. Die hendel kunnen we misschien wel overhalen. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik denk dat die deur nu open gaat. Dat denk ik wel. Het water komt sowieso er wel weer bij. Ik zag een ladder, maar daar kan je ook niks mee doen. En deze deur is ook gesloten. Dus ik denk dat dit de goede bedoeling was. En nu kunnen we weer naar vooruit. Recht zo die gaat. En een signaal wordt gedetecteerd. Dat betekent dat er weer zo'n gastje hier in de buurt zit. Die me... Oh god. Oh god. Ik ga te voet vanaf hier. Dat zou ik wel doen, ja. Want er zit iemand die dat signaal weer kan af laten gaan. En dat willen we niet. Dus laten we heel voorzichtig deze eerste nazi van achter beklimmen. En hem doodsteken. Zodat niemand wat merkt van mijn misdaad. We hebben een nieuw wapen. Maar laten we nog even wachten. Want ik kan nog meer mensen. Ik moet uitkijken dat ze mij niet zien. Hè? Daar loopt de commandant. Huppakee. Alarm, er gaat wel een alarm af. Er gaat een alarm af. Helaas dit. Jammer dit. Ik dacht dat het de goede was. Ik dacht dat het de goede was. Ik had gehoopt dat het de goede was. Ik vlucht hier in Castle Wolfenstein. Ik zit hier beneden. En ik hoop dat ik iemand kan vinden. Maar dat kan dus niet. Dus ik zit een beetje niet veilig hier zo. Oh! Kom maar. Huppakee. Koerdersjus. 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 Dat betekent goed schot in het Duits, hè. Dat je denkt niet van wat vinden ze, wat ben je nou aan het raaskaken. Zo. Koerdersjus. Zo. En nee, ik ga dat niet bij elke schot zeggen, want ik zal heel veel vijanden gaan doden. Ik heb een sleutel gepakt. En die sleutel hebben we misschien wel nodig. Ik ga hier onderdoor. En ik kom bij een nieuw gedeelte, want die gasten weten niet waar ik ben. Maar er wordt nog steeds een alarm afgegaan. En we moeten kijken waar komt het alarm vandaan. En wie zit er op mijn tenen? Wie zit er op mijn tenen? Ik denk dat het van bovenaf afkomt. Dus ik ga heel snel hier naartoe. En ik vermoord deze soldaat. En dat was de... Ja, de hoge pief. Kijk, die heeft een radiozendertje. En daarmee kan hij dus van alles doorgeven aan zijn Hitler vriendjes. Zo. Zo, ik heb dat hoofd eraf geschoten. Zie je dat? Gadverdamme, je ziet gewoon een stukje van zijn ribben zie je zitten hier. Het zag heel smerig uit. Wel tof. Kunnen we dit gebruiken? Nou, we kunnen het gebruiken, maar of het nut heeft, nee. Oké, prima. Pak armor op. Kunnen we hier nog meer vinden? Nee, helemaal niks. Kijk dan, lekker hè. Huppakee, ik zie zijn armpje. Heel droog. Dat armpje gaat een beetje van flup, flup. Oké, we komen nu weer binnen uit. Ik denk dat hier alles wel vermoord is. Ik hoor geen spannende muziek meer. Dus dat betekent dat het denk ik allemaal rustig is. Kratjes kan ik nog openen om te kijken wat erin zit. Ik zie hier een heel mooi standbeeld. En hier kan je naar beneden en naar boven. Maar beneden is geblokkeerd. Dus we gaan hier naar boven toe met de sleutel die we vonden op dat tafeltje net. Dan kunnen we dit openen. Zo, en ik zie dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Het was spannend, het was leuk. Laat vooral een like achter. En tot de volgende keer bij een nieuwe Wolfenstein, die Old Blood. Wordt spannend? Ik denk het wel. Het is nu al spannend. Doei doei!